Pilsje. Pilsje? Ja. Brabants pilsje hebben we, zie ik. Bavaria. Ja, nou. Zeg, u betaalt de boete. Zeg, nog vakantieplannen? Nou, eigenlijk niet zoveel, nee. Nee, want ik ga aanstaande zondag naar de Verenigde Staten. Ja. Dat is een vervolg op een reis die ik gemaakt heb in 1993 al. Ja. Ben toen in San Francisco geweest, in Washington en New York. En dat was toen eigenlijk met het motto... Eens kijken of wij als SP iets kunnen leren over het neoliberalisme... wat daar natuurlijk onder Reagan al veel meer vorm had gekregen... Ja. Over wat er hier in Nederland ons te wachten zou staan. Want ik wou zeggen, wat moet het SP leren van het neoliberalisme? Kan je je voorstellen dat de VVD naar Amerika gaat om daar wat van te leren? Maar... Ken uw tegenstander, ken uw vijand. Ja. En wij hoeven voor wat betreft onze eigen toekomst naar ons idee... niet in de glazen bol te kijken. Ja. Wij kunnen eigenlijk gewoon in de Verenigde Staten, in Engeland... in Anglo-Saxische landen zien wat ons hier binnenkort te wachten staat. Ja. Maar verder ook nog vakantie, of zit dat er niet in? Nou, ik had vorig jaar een moeilijk reces, want toen heb ik dat boek van mij geschreven. Ja, En dit jaar is het eigenlijk ook weer een beetje in het honderd gelopen, want we zijn pas verhuisd. Mm-hmm. Dus daar ben ik weken mee bezig geweest. Vorige week Wallagen ook al net verhuisd. Ja. En daarnaast, ik heb in de aanloop naar het reces, of voor het reces, heel veel afspraken in het reces gepland. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou is het reces. En vervolgens was de hele agenda weer vol. Dus ik ben op allerlei plaatsen op bezoek geweest, bij Banenpoelers, bij Humanitas in Rotterdam. Allerlei dingen bekeken en besproken. Ja. En die verhuizing dan en nu deze reis. Ik ben ook in Madrid geweest op een conferentie met leiders van alle linkse partijen uit Europa. Meteen dus, de eerste weekend na het reces. Dus. Weinig rust en niks. Vakantie heb ik eigenlijk nog niet gehaald. Nee. Zit nu 3 jaar in de Kamer. Wat is nou het meest opgevallen in die jaren? Een aantal dingen. Op de eerste plaats toch eigenlijk de afstand van de politiek tot de mensen. Ik had daar zelf natuurlijk al een oordeel over, of misschien een vooroordeel. Mm-hmm. Maar dat blijkt te kloppen. Ja, dat blijkt te kloppen. Ja. Dat is meestal mijn vooroordelen, dat er toch wel iets van waar is. Ja. Maar dat is toch wel heel erg groot. Dat is ook een ontzettend probleem om dat gat te dichten, ook als je in de Kamer zelf zit. Wat mij ook opgevallen is, dat is toch de hockeysgeest, waardoor alles beheerst wordt. Hè. We zijn een kleine fractie, we zijn met z'n tweeën. Ja. Maar ik zit dus in heel veel commissies, bijvoorbeeld in de commissie Sociale Zaken en de commissie Volksgezondheid. Je moet overal verstand van hebben eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Als je geen generalist bent, dan moet je niet in een kleine fractie gaan zitten. Nee. Maar als je dus in de commissie Sociale Zaken zit en in de commissie Volksgezondheid, dan merk je als het bijvoorbeeld over het armoedevraagstuk gaat, mm-hmm. en de gevolgen van armoede voor de gezondheid, dat bij de commissie Volksgezondheid ze zeggen, dat ligt op het bordje van Melkert. De minister van Sociale Zaken. En daar zeggen ze, dat is het probleem van Borst, de minister van Volksgezondheid. Ja. En ik ben de enige, geloof ik, die in allebei de commissies zit. En ik stel dus vast dat men maar aan het schuiven is. Dat doen ook die Kamerleden. En dus het schiet dus niet op? Nee, het schiet niet op. Maar hoe zou je dat kunnen ondervangen dan? Nou kijk, ik denk dat het beter zou zijn als wij eens afgingen in Nederland van het systeem van ministers. Wij zouden eigenlijk een regering moeten hebben van 15, 20 wijze mannen en vrouwen. Generalisten. Mensen die een zakenkabinet. Nou, geen niet direct. Dan maakt meneer Wijf als premier en dan komt meneer Dick erin. En, Nee, je zoekt het allemaal in die hoge industriële. Ja? Je kan ook gewone mensen van de werkvloer zou je kunnen nemen. Nee, waar het mij om gaat is dat je mensen moet hebben die naar mijn idee een ideaal hebben. Die iets willen bereiken. Die ook kunnen nadenken over de lange termijn, over de samenhang. Maar hoe stelt u zich dat voor? Geen minister meer of wel departement houden? Want je moet het een beetje geordend houden, anders worden zo. Die zouden kunnen worden aangestuurd door ambtenaren. En dan zou een minister daar op afstand verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. En een groep mensen praat over alles. Precies. En veel meer ook centraal stellend het probleem van de armoede. Want de belangrijke problemen, het milieuprobleem, de groeiende tweedeling. Dat zijn natuurlijk zaken die niet tot één minister behoren. Die het hele kabinet horen aan te gaan. En dan zou ik ervoor willen pleiten dat we veel meer gaan naar een kabinet van generalisten. Van een regering van generalisten. Mm-hmm. En hoe we dan die verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitvoering via de ministeries gaan oplossen. Voor, dat lossen we allemaal op. Maar wie moet de premier worden van zo'n kabinet? Dat vind ik wel interessant. De beste persoon daarvoor. Maar wie is dat? Nu op dit moment? Ja? Nou, die zou in SP-kring gezocht moeten worden. Ik moet nog eens even kijken wie dat dan zou moeten zijn. Goed. Dan nu, een zeer speciale aflevering van Kerkenpad met Jan Marijnissen. Oh jee. Nou, dus moeder even haar, dus een brugje. Briefjes. Waar is ze voor? Ja, mensen die iets vragen. Gezondheid meestal. Een operatie dat hij goed lukt en zo. Of voor familielid. En dan maar hopen dat het helpt. Nee, ik heb hier nooit een briefje neergelegd.
Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen het doen. En in de, achter in de kerk, daar ligt ook zo'n boek met allemaal soortgelijke verzoeken, zal ik maar zeggen. En als je dan zo'n zin ziet staan van... Ik hoop dat het beter gaat met mijn vader en dat hij niet meer zo zenuwachtig is. Dat is één zo'n zinnetje en dan weet je wat voor een hoop ellende dat er waarschijnlijk achter zit. Dit is echt de Franciscanerkerk. Dus de Franciscanen die dus de armoede gezworen hebben, een van hun geloften. Ja, dat spreekt hier wel vanaf van deze kerk. Het is absoluut geen armoedige kerk, maar de charme daarvan is de eenvoud die mij dus ook zo aanspreekt. Er zitten geen tilantijnen aan, er is niks overbodig. Het heeft allemaal een functie, maar het is wel allemaal heel mooi en het is allemaal heel sereen. Ik ben misdienaar geweest, ja, de 5 jaar van mijn lagere schooltijd. En, ja, kijk, het punt is, dat ik denk dat dat wel een constante is bij iedereen. Dat is, je hoort ergens bij. Het was 's morgens vroeg op en dan was je alleen met zo'n priester en nog 3 mensen in de kerk of zo. En dan moest je op tijd rinkelen en zorgen dat de ampullen met wijn en water er op tijd waren. En ik heb er absoluut geen verkeerde herinneringen aan, tegendeel. Goedemiddag. Ik heet u zeer welkom. Hallo, in onze hallo, kerk. Hallo, dat hallo. U bent. Ja. Dat u ons de eer bewijst om ons te bezoeken. Nee, dat is geheel aan mijn zijde. Ik nodig u uit om even mee naar binnen te gaan. Nou, fantastisch. Ja, ja, met alle plezier. Nou, heel ideale kans om eens binnen te kijken. Hier hangt een touw dat u misschien eens wilt bedienen. Omdat hier dus elke middag om 12 uur de kerk wordt geluid. Oh, dat is een jongensdroom. Ja, nou. We hadden vroeger... Moet... Maar het is wel te vroeg nog, hoor. Ja, dat geeft niet. U trekt, dat moet u weer even loslaten. Ja? Als u getrokken hebt, anders dan komt die bel helemaal in het ongereed. Dus trekken en dan weer even loslaten en dan weer trekken. Aha, ja, nou, we zullen eens kijken of het lukt. Gaat u nou te snel of niet? Nee, dat is goed zo. Het ging helemaal uit uw dak, hè, met dat klokkenluiden. Nou, dat, de kerk waar ik missienaar was, die overigens nu afgebroken was vandaag, heel tragisch. Wordt vandaag afgebroken? Nee, vandaag niet in één dag, want die kerken zijn ook niet in één dag gebouwd, zoals je... Nee, dat duurt wel even, maar daar hing zo'n dik touw in de hal. En je echt mee, daar heb ik ook eens een keer echt mee, maar André van Duin, je kent het ja, wel. Ja, Bimban. Bimban. En daar ging je dus helemaal mee omhoog, maar dat was niet bij deze. Even terug naar deze kerk, schitterende kerk trouwens om te zien. Wat u komt er vaker, wat doet u daar? Wat brengt u naar die kerk toe? Nou, het is niet zo vaak dat ik in die kerk kom. Ik kom er regelmatig omdat er is in Megen, de Franciscanenklooster. Megen ligt vlakbij Os. En ik ben erg verknocht aan die omgeving. Aan de zuidkant van de Maas tussen zeg maar Lid en Ravenstein. Ik ben daar ontzettend vaak. Ja. En dus ook in Megen. En dus kom ik ook wel eens in dat kerkje. En bij ja, maar dus kom ik ook wel eens in dat... Zo dus is dat niet. Waarom nou, voor mij wel. Voor mij... Gaat u naar dat kerkje? Nou, dat is niet zozeer... Ik ben niet gelovig. Niet meer. Niet meer? Niet meer. Vroeger wel. Ik heb verteld, ik ben misdienaar geweest, dus ik ben katholiek. Ja, niet elke misdienaar is gelovig volgens mij, hoor. Maar... Nou, ja, dat waren ook die ideeën, omdat ze dan tijdens de lessen de huwelijk en de begrafenis mochten doen. Ja. Maar nee, ik ben gelovig opgevoed, alleen zo voor mijn 20e ben ik langzamerhand het geloof kwijtgeraakt. Om hoe kwam dat? Van reden. Hoe kwam dat? Nou, eigenlijk vooral vanwege het feit dat ik vond dat een aantal dingen gewoon niet kloppen. Kijk, als beweerd wordt dat een God zo... de liefde zelf is, dan is voor mij het onverklaarbaar en ook onverdraaglijk dat die almachtige God zoveel toelaat aan ellende, dat er zoveel kinderen van de honger in de wereld sterven. En dat is niet één dag, dat is al decennia lang zo, dat is nooit anders geweest. De oorlogen enzovoort. Maar ook de alwetende God, die dus ook de toekomst kent. Dus
Maar had u ook het geloof is per definitie dan ook fatalisme, vind ik. Het is predestinatie. Dus ik vond dat niet aanspreken. En ook alle dogma's en ook de hypocrisie, de huichelachtigheid die ik in de kerk heb gezien. De pastoor die meer belangstelling had voor de mensen met veel geld en weinig voor de mensen met weinig geld. Ja, precies, want die dat persoonlijke dingen, gezien. Dat heeft u gezien. Ja. Wat zijn dat voor de dingen die je persoonlijk tot die keuze hebben gemaakt? Want dat argument dat er een heleboel ellende in de wereld gebeurt, dat lijkt me zeer geldig. Maar zijn er ook in uw eigen leven dingen gebeurd waarvan u zegt van dat klopt niet? Ja, dingen die ik zelf meegemaakt. Ja. Ik ben 44, dus ik heb een half leven achter mij. En ik heb natuurlijk de nodige dingen meegemaakt. Op de werkvloer, op school waar ik gezeten heb. Tal van omstandigheden. Maar ik kan nog niet direct een relatie leggen met waarom ik toen dan het geloof ben kwijtgeraakt. Maar wel dat als je de dingen ziet en de ellende in de wereld die nog voor zoveel mensen aanwezig is. Alleen op het gebied van waarom gaan die mensen naar de brugken toe? Dat is gewoon omdat ze ten einde raad zijn. Mm-hmm. Dus ze zoeken troost, dat doen ze soms bij Maria. Ze zoeken vergeving ook voor dingen waar ze van achteraf van vinden dat ze het niet hadden moeten doen. Maar u heeft op een... En dan denk ik, waarom doet die God niet wat hij, als hij almachtig is en alwetend, niet wat hij zou moeten doen? U heeft op een katholieke kostschool gezeten. Uw vader is overleden toen u zeer jong was. Uw moeder kon het thuis niet allemaal meer handelen, dus u ging naar die kostschool. Heeft dat er ook mee te maken dat u het geloof bent kwijtgeraakt op die kostschool? Nou, het was bij de Nobbertijnen in Heeswijk, de Witheren heette ze daar, dat dat eerste besef begon door te dringen over die dingen van, ja maar, als hij dat dan allemaal kan, als hij de liefde zelf is, waarom wordt daar dan niks aan gedaan? Mm-hmm. En ook de wetenschap dat als iemand gewoon, wat ik ook zo raar vond, niet gedoopt kan niet in de hemel komen. Nou, dat vond ik zo'n onzin. Want als mensen volgens hun eigen geweten en volgens hun eigen normen en waarden leven en niet beter weten, ja, hoezo zouden die dan niet in de hemel kunnen? Ik wou daar gewoon niks mee te maken hebben. En u had natuurlijk een hoop doffe ellende achter zich met een paar die doodgaat, moeder die het niet meer thuis allemaal aan kan. Dan raak je ook een beetje het vertrouwen in alles en dus ook in God kwijt, of niet? Ja, nou, ik sluit niet uit dat dat ook een rol gespeeld heeft, ja. Ook later nog? Bent u een ander, een voorzichtige mens geworden daardoor? Naar andere mensen toe? Ja, in contacten met mensen. Kijk, het is als je als 10-jarige naar een kostschool gestuurd wordt, helemaal in Ollenzaal, in Twente, wat dus een gigantische afstand was, waar ik alleen naartoe moest. Mm-hmm. En dan één dag mochten wij in de maand naar huis. En het was dan een zeer streng regime bij die Karmelieten, kan ik je verzekeren. Dat was geen lolletje. Dat was absoluut geen lolletje. En punt 1 leer je daar zelfstandigheid, maar naar mijn idee te vroeg, mm-hmm. als je 10 bent. En dat heeft gevolgen voor je mogelijkheden later om in de affectieve sfeer, zal ik maar gewoon zeggen. Ja, wat dus bedoelt u in de affectieve sfeer? Om relaties te leggen, om mensen te vertrouwen. Je gaat toch vooral op de eerste plaats uit van je eigen kunnen en van je eigen mogelijkheden. Ja. En het is moeilijk om, hoewel ik toch niet kan zeggen dat ik mensen wantrouw. Integendeel, ik vertrouw mensen enorm altijd. U komt heel open over. Er is altijd iets waardoor ik toch ook voorzichtig blijf. Ja. En wat is dat? Is dat de angst om ze weer kwijt te raken of de angst dat je ze inderdaad niet kon vertrouwen? Nou, angst om ze kwijt te raken, in ieder geval. Maar ook het idee dat als je te veel zou hechten, dat je weer grote teleurstellingen zou kunnen oplopen. Ja. Lilian, uw dochter, zagen we net al in het filmpje, was ook mee naar de kerk. Die is nu 11. Dat was de leeftijd dat u uw vader verloor. Denk je daar wel eens bij na en denk je dan, ik moet nu wel een hele goede vader voor haar zijn? Ja. Nou, ik heb daar regelmatig ook met haar over gehad. Dat pas nog, dat ik gezegd heb, toen zo oud als jij, 1 jaar jonger, moest ik naar kostschool. En ik geloof dat ze ook wel heel goed begrijpt wat dat betekent. Dat kwam nog bij, mijn moeder was heel ziekelijk, dus ik was op kostschool maar door één ding geobsedeerd. Dat was niet wees te worden, ja, dat ze dood zou gaan, dat ik alleen zou overblijven. Wat voor een kind van die leeftijd natuurlijk een verschrikkelijke gedachte is. Maar zeker, nee, maar ik probeer ook daar echt alles aan te doen. Een goede vader, ik bedoel, ik doe mijn best en dat is het dan. Ja, u doet uw best, maar u bent er nooit natuurlijk, hè? Als ik zo even die vakantieplannen met u doornem. We zijn verhuisd, meneer Freulich, de afgelopen twee weken. En daar is mijn dochter actief bij betrokken geweest. Verhuisd dus door de show. Nee, maar, 2 weken zijn we met de hele familie samen geweest. Wat ik bedoel is dat u verdrinkt in uw werk. U heeft het hartstikke druk. U wilt dat ook, dat heeft u nodig. Maar kan dat? Zoekt u daar ook uw rust en uw voldoening in? Ja, ik heb voor al dit soort vragen nooit op de bank gelegen bij een psychotherapeut of zo. Ik vind dat hele moeilijke vragen. Ik vind dat hele moeilijke vragen. Er is wel eens iemand geweest die gezegd heeft, ja Jan, al dat werken en zo, dat is gewoon om dingen te verdringen en zo.
En heeft iemand daar niet een beetje gelijk in? Nee, ik geloof het niet. Nee, omdat het toch zo is dat... Maar waarom wel dan al dat werken? Nou, omdat ik vind dat het moet. Gewoon omdat ik vind dat het moet, omdat ik ook niet anders kan. Het is toch door de dagelijkse, het zien van dagelijks de dingen in de wereld en de contacten met mensen die me elke keer weer aansporen en motiveren om te doen wat ik doe. En dat is niet altijd leuk. Ik doe het niet altijd met plezier. Ik zal dat niet onder stoelen of banken steken. Nee, absoluut niet. Kijk, toen ik in de gemeenteraad van Os zat, eigenlijk 17 jaar heb ik daarin gezeten. Toen werkte ik gewoon in de metaal. En toen zeiden mensen wel eens, ja, dat doe je voor de hobby en zo. Ja, het is toch niet echt alleen een hobby, want een hobby, dat kan je meteen tabé zeggen als je het een keer niet eens ziet zitten of zo. Maar mijn betrokkenheid bij de politiek zit toch wel wat dieper. Troelstra zei, voor mij is het een roeping. Nou heb ik niemand die roept, dus in die zin zie ik dat niet zo. Maar het is wel zo, ik heb zelf het gevoel dat ik niet anders kan. Ja. Ik kan me echt ontzettend kwaad maken over omstandigheden waar mensen in te verkeren komen. Ja. Terwijl ze daar echt totaal zelf niks aan kunnen doen. Buiten hun schuld. En vervolgens wordt de hele ellende op de rug van die mensen afgewerkt. En er is niemand die dan zegt, ja, maar dat kan toch niet. We zijn gelijkwaardig allemaal met elkaar. We leven in solidariteit met elkaar. Dat mag toch verondersteld worden. Ja. En waarom moeten die mensen dan zo behandeld worden? Dus gaat Jan Marijn eens als een soort Don Quixote staan en ik zal het dus allemaal even verbeteren? Nou, ik zag laatst bij de VPRO een uitzending over Don Quixote. En daar werd naar mij. Sprak je wel aan? Dat sprak mij in zoverre aan dat het helemaal niet verkeerd is om de dingen die vastgeroest zijn te willen veranderen als er aanleiding voor is om ze te veranderen. Dus in die zin mag iedereen mij Don Quixote noemen. Maar als ik kan zeggen, luister eens even, dit is aantoonbaar onrechtvaardig, dan zet ik mij daarvoor in. En als iemand dan zegt, ja, maar dat kan wettelijk niet en zus en niks zo, mee te maken. Dat zal dan wel. Maar dan moet dan maar over gediscussieerd worden. Dan moeten we die wet maar aanpassen. Dat is mijn idee. Meneer Marijnissen, 5 stellingen. U mag alleen waar of niet waar zeggen. Toelichting behoeft niet. De eerste. De verkiezingsslogan stem tegen, stem SP zullen we niet meer gebruiken. Niet waar. De tweede. Premier Kok verloochent zijn afkomst. Dat is absoluut waar. De derde. Illegalen moeten zonder meer het land uit. Dat is niet waar. Ik geloof dat ik dat wel ergens las bij de SP. Het woordje zonder meer, dat is het probleem. Oké, dan ga ik dat weglaten. Illegalen moeten het land uit. In principe is dat waar. Omdat ze illegaal zijn. Wij maken een uitzondering voor de familie Gummis, denk ik, hè, als goed politicus. Nee, want aan dat opportunisme zou ik toch liever niet mee willen. Die moet ook weg. Dat vind ik iets... Nee, dat vind ik niet. Maar het is niet voor niks dat de SP op dit punt zich heel terughoudend is opgesteld. Omdat ik vind dat er namelijk ook bedenkelijke kantjes zitten aan de manier waarop de discussie nou gevoerd wordt. Omdat de familie Gummis zo aangepast is en de man zo goed Nederlands spreekt en zo goed werkt, zoals de heer Wallagen hier vorige week zei. Dan denk ik, ja, dat is allemaal mooi en aardig. Maar als die man nou bij Barwijk gewerkt heeft, een tapijtfabriek in Os, en ongeschoold is en nou in de WW zit, zegt meneer Wallagen dan dat hij er wel uit moet. Dus het is iets ingewikkeld. Stelling 4. Ik heb mij inmiddels iets te veel aangepast aan de Haagse politieke cultuur. Niet waar. En de laatste, die vind ik het leukst hoor. Ik zou best toch wel eens een beschuitje willen eten met Winnie Zorgdrager. Waar. Ik vraag aan tafel Anton van Veldhuizen. Hij is ambulanceverpleger uit Os en ook al een jaar of 10 uw vriend. Dag meneer Veldhuizen. Welkom. Dank je wel. Wilt u ook wat drinken? Een biertje graag. Biertje, gaan we regelen. Van een bier, hè, de Brabantse boys. Ik zeg, we hebben elkaar goed leren kennen tijdens een actie van de GGD, uw werk dus, in Os. Wat gebeurde er? Waarom kwam Jan Marijnissen in beeld? Jan was al een tijdje in beeld omdat we in één straat woonden. En we hadden inderdaad een probleem binnen die GGD. We hadden 1 ambulance buiten kantooruren en we konden aantonen aan de hand van cijfers dat jaarlijks een aantal levensgevaarlijke situaties opriep voor mensen. Er moest er één bij komen? Ja, er moest er één bij komen. Er vielen zelfs doden daardoor, kunnen we zo hard zeggen. Dus er moest er één bij komen en dat lag heel, heel gevoelig, want er waren allemaal landelijke regeltjes. En onze baas die wilde dat eigenlijk puur over onze rug doen. Ja. Die wilde dus geen mensen erbij, maar wij moesten met de huidige club moesten we die extra ambulance gaan bemannen. Ik zat op een avond bij Jan, we pakten een biertje en een van de onderwerpen was dat probleem bij de GGD. En ik vertelde Jan hoe lastig dat lag met al die landelijke regeltjes. En dus Jan die reageerde op zijn manier van zo de miet erop man met je landelijke regels. Er wordt dus gewoon een stuk onrecht wat, hè, voor jullie, voor de bevolking van Os. Dus toen ging hij zich ermee bemoeien? Toen ging hij zich ermee bemoeien, en toen? Nou, toen hebben we de club bij elkaar getrommeld. We hebben een prachtig actieplan opgezet. Op maandagmorgen vroeg om 5:30 in het pikken donker de zaak bezet. Grote spandoek op het GGD-gebouw. En
Nou, dat was op zich wel een dijk van een actie. Mm-hmm. Die liep een hele week lang. Jan voelde heel goed aan dat binnen dat team de tijd niet echt rijp was voor een SP-actie. Dus het was echt een ambulanceactie met Jan op de achtergrond, die coachte. Tot vrijdagmiddag. Ja. De actie dreigde helemaal spaak te lopen. Ja, lekker Jan. Dat is van hem, hè? Ja, weet ik. Okay. Nee, maar dat komt niet. Dat vertrouw ik hem toe. De actie dreigt helemaal spaak te lopen. Wij waren als ambulancejongens het eigenlijk niet gewend om te praten met. En hij heeft de crisis opgelost uiteindelijk. Ja, ja, want het waren toch allemaal van die burgemeesters als bestuurder met van die dikke nekken. En dat praten voor ons heel lastig. En ja, dat was vrijdagmiddag en toen zei Jan van, nou, vraag maar eens of ik een half uurtje mee mag met jullie als adviseur. Nou, het was schitterend. Het was echt na een week vastgelopen. En Jan die was een half uur met die mannen aan het praten. En als onze adviseur. En bovenop die dikke nekken begonnen die oortjes te flapperen. En het was geweldig, maar binnen een half uur lag er een daverend succes akkoord. Op tafel. En we hadden een akkoord bereikt. En dat was natuurlijk een heel belangrijk moment, want het dreigde nu het weekend is, als, ja, precies. Het weekend kwam eraan, want dat was namelijk het punt. Ze hadden dus het Anton nog niet verteld. Ze hebben dus de ambulancedienst gewoon laten draaien met volle bezetting. Ja. Twee ambulances hebben ze zelf de ring gegooid, zeg maar, terwijl ze maar één moesten. Ja. Maar het moreel was na een week bezetten danig gedaald. En het weekend kwam eraan, daar zag iedereen huishoog tegenop. Dus vlak voor dat moeilijke moment kon het toch nog dat akkoord binnengaan. Dat is een sterke kant dus, dat hij dat voor elkaar krijgt. Ja. Wat zijn wat minder sterke kanten van Jan Marijn? Minder sterk, ja, dat klinkt gek, maar die heeft hij volgens mij niet zo heel veel. Maar zeg het maar. Ja, zeg het maar, ja. Nou, een minder sterke kant is dat hij ontzettend veel eist van zijn gesprekspartners, zijn mensen om zich heen. Mm-hmm. Af en toe wel eens heel veel. Waaruit blijkt dat? Nou, bijvoorbeeld als je wat ik hier meemaakte met Jan, is dat we zaten te praten over een aantal onderwerpen. En op het moment dat dan een belangrijk onderwerp aan bod komt en wat andere mensen dwalen af, dan kan die heel kort af erbij roepen van, hey, let eens even op, hier gebeurt het. Er worden belangrijke dingen besproken en dat komt niet altijd even plezierig over. Maar hij eist een enorme scherpte. Maar is die jongen uit Os, is hij toch niet een beetje besmet met die Haagse politieke wereld? Nee, daar waakt hij wel voor. Ja? Ja, nee, daar waakt hij wel voor. Hij doet zijn best om gewoon te blijven. Ja, dat gaat hem ook heel goed af. Ja? Mooie, mooie anekdote, als ik die even kan vertellen. Nou, graag zeg. Op een gegeven moment, ik zei tegen Jan, Jan reed al jaren een witte Ford Sierra. En op een gegeven moment reed Jan in een nieuwe witte Ford Sierra. Ik zei, god Jan, een nieuwe auto gekocht. En hij reageerde wat geïrriteerd. Hoezo? Hoe weet je dat? Ja, dat is heel simpel. Dat zag ik aan je kenteken. Hij had altijd het kenteken RK. Dat viel in Rooms-Katholiek. Ja, en dat paste, dan heb je net het filmpje kunnen zien. Ja, deels wel, maar deels ook niet bij Jan. En toen was er een keer een ander kenteken. En wat blijkt nou? Jan die zat net een paar maanden in de Tweede Kamer en zijn auto begaf het. En hij vond het wel heel gênant om tegenover iedereen een nieuwe auto te kopen, terwijl hij net in de Tweede Kamer zat. Dus hij had stad en land afgezocht om weer om weer een witte Ford Sierra. Hij is volgens mij, je bent met eigen auto hier. Ik ben met een witte Ford Sierra. Hij rijdt nog steeds en er was ook gewoon weer een tweede. Kijk. Of is het weer een ander inmiddels? Nee, het is dezelfde. Ja. Dat is die ik 3 jaar geleden heb aangeschaft. Ja. Maar het is niet zo mooi zoals Anton het vertelde. Het heeft wel met elkaar te maken. Het was een prettige coïncidentie dat ik die witte Ford Sierra precies dezelfde tegen het uitvoer. Waarom was dat dan belangrijk? Wat maakt dat nou uit dat je een nieuwe auto rijdt? Nou, kijk. Je weet waarschijnlijk wel dat bij de SP gaat het meeste geld gewoon naar de partijkas. En Remy en ik krijgen gewoon een modaal salaris. Remy Pop, mijn collega Kamerlid. En het was ook echt niet meer dan een toevalligheid. U wil in elk geval de schijn vermijden. Waarom dan? Nou, omdat ik ben een jongen van het volk en dat wil ik graag blijven ook. Dan moet je gewoon in die oude kapotte auto blijven rijden. Dan moet je kon niet, want ik heb regelmatig meegemaakt dat ik langs de weg stond met stukken. Want ik maakte mijn auto ook regelmatig zelf vroeger. Ja. Niet dat hij daarom stukken had, maar omdat ik zelf voor de derde. Maar ik heb altijd in die oude bakken gereden. Ja. En, kijk, als je dan in de kamer komt en moet je zoveel afstanden afleggen zoals ik dan doe, dan is het toch wel belangrijk dat je een auto hebt die rijdt. Dus het punt was, ik wilde niet daar nou in één keer, zal ik maar zeggen, met een dikke auto voor komen rijden. Ik vind het wel liefjes. Meneer van Veldhuis, tot slot. Wat moet Jan Marijnissen als hij stopt met de politiek?
Oeh, dat is een goeie. Ja, vertel het eens. Ja, ja, ja. Niks, hè? Nou, nee, Jan die heeft zoveel goede ideeën. Ik denk dat hij zijn vrije tijd ontzettend goed door zou komen. En dat hoeft niet per se in politiek te zijn, maar hij heeft een instelling die helemaal in het teken staat van andere mensen. Onrechtvaardigheid, daar kan hij absoluut niet tegen. Dus daar zal hij mee bezig blijven. Ik denk dat hij op dat gebied heel veel nog kan doen. En er is zoveel onrechtvaardigheid op de wereld dat Jan altijd zijn draai zal weten te vinden. Dank u wel dat u hier was, meneer Van Veldhuizen. Oké, graag gedaan. De gemeenteraad is in het verleden meerdere malen aantoonbaar misleid. Dat mogen wij als gemeenteraad niet zomaar van tafel vegen. Ik verheug me op de nadere kennismaking met de Haagse politiek, kan ik u zeggen. Meneer de voorzitter, de discussie zal gaan plaatsvinden. Wat gaat deze minister van Defensie doen? Ik heb hier economie gestudeerd, ik heb hier sociologie gestudeerd, ik heb hier psychologie gestudeerd, ik heb hier politicologie gestudeerd. Ik heb allemaal hier gestudeerd. Onder de mensen, in de praktijk. Dus gewoon 15 jaar in de fabriek werken en tegelijkertijd veel studeren in de vrije tijd en zo. Ja, dat heeft mij gevormd. Ik heb nog steeds het idee dat niet alles boven water is gekomen. En dat is de reden waarom ik dat parlementair onderzoek wil. Daar gaat het niet om, meneer Marijnissen. Dat niet alles boven water is gekomen. Er zijn ook een aantal dingen die ik niet boven water heb gekregen. Het gaat erom dat u me ervan beschuldigd heeft dat ik lieg. Ik vind dat veel partijen, en zeker de grote partijen in Nederland, geen eigen opvattingen meer hebben. Het begint al bij een compromis. En het wordt vervolgens een compromis van een compromis. En dat is wat de mensen bedoelen met het grijze midden van de grote politiek. En dan vraag ik u als eerste woordvoerder van Sociale Zaken van de Partij van de Arbeid. Bent u dan bereid nu te zeggen wat u toen gezegd hebt? Namelijk dat u vindt dat die WAO ten principale weer opnieuw op de politieke agenda moet komen. Inclusief de herkeuring. Met alle wanhoop die ik heb over de concrete WAO-gevallen die er nu aan de orde zijn. Daar staat de waterleiding voor mij net zo hard aan als bij u. Geldt voor mij dat we de hoop niet moeten verliezen dat die mensen gewoon aan het werk komen. Karin Adelmunt in tranen. Heeft u er spijt van gehad ooit? Nou, nee, spijt niet, want het moest gezegd worden. Maar ik zit niet in de kamer om mensen te kwetsen. En het was duidelijk dat wat daar gebeurde, dat oprecht was. Dat idee had ik wel. Maar het schetst een beetje het gigantische dilemma van menig PvdA-kamerlid. Ja, die natuurlijk toch wordt aangesproken op het kabinet of het beleid van het vorige kabinet. En het kabinet Kok nu, notabene met de minister-president. En omdat die partij toch ideologisch naar mijn idee enorm in verwarring is over moeten we nou met de VVD dat neoliberalisme in Nederland verder vormgeven, het poldermodel zal ik maar zeggen, of moeten we onze sociaal-democratische afkomst niet verder verloochenen. Ja, dat is een gigantisch dilemma voor veel van die Kamerleden. Ja. Je ziet dus ook die vleugels en zo. En het heeft mij geen genoegen gedaan om mevrouw Adelmunt tot tranen te brengen. Ik was ook weer niet zo, zoals andere Kamerleden die meteen hierna naar haar toe liepen. Heeft u niet getroost? Ik ben naderhand, een dag later of zo, of diezelfde dag, ben ik nog naar haar toe gegaan en gezegd dat, nou ja, goed, dat ik het idee had dat ik moest zeggen wat ik had gezegd. Wat zei ze? Oh, daar had ze verder geen enkel probleem mee. Nee. De SP is altijd een antipartij geweest, met de tomaten en stem tegen, een slogan die dus wellicht nog vaker gebruikt gaat worden. De partij wordt steeds groter, dus komt het moment dat u ook eens bestuursverantwoordelijkheid zou moeten nemen. Komt u dan niet een beetje in de knoei? Nee, absoluut niet. Want dat is toch compromissen sluiten. U zegt net al in het filmpje, een compromis van een compromis, dan word je weer de grijze middenmoot van Den Haag. Ja. Dat gevaar dreigt voor u toch ook? Ja, als je het zover zou laten komen, we hadden net even over de Partij van de Arbeid, dat je je eigen afkomst zou verlopen. Dat je dus niet meer identificeert met je eigen achterban. Nou, bijvoorbeeld in die plaats waar ik dus vandaan kom, daar heeft de SP nou 2 wethouders. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat we wethouders leveren. We hebben daar een coalitie gesloten met D66 en de Partij van de Arbeid en de lokale partijen. Natuurlijk compromissen moeten sluiten. Maar wat wij steeds gedaan hebben is aan onze mensen uitgelegd dat we eruit proberen te halen wat erin zit. En zolang je dat maar goed kunt uitleggen en je dan vervolgens je eigen afkomst en je eigen ideeën niet gaat verloochenen. Want dat is wat vaak gebeurt. Dat mensen, dat Kok bijvoorbeeld in de Kamer gaat zeggen dat hij sociaal vindt. Maar niet over de PvdA. Nee, het gaat erom. Voor de SP gaat dat gevaar toch ook dreigen op het moment dat je groter wordt? Absoluut. Dat is een ander element. Niet zozeer dat je verantwoordelijkheid neemt, maar als de SP een grote partij wordt, dan dreigt dat gevaar. Dat dus zal moet geen grote partij worden? Het moet wel een grote partij worden, maar we moeten dat gevaar op een of andere manier proberen te neutraliseren. Want het is toch het een of het ander. Hoe kun je dat neutraliseren? Dat kun je neutraliseren, naar mijn idee, op de eerste plaats door te zorgen dat je een partij bent die ergens voor staat. Die weet wat hij wil. Dat je dat ook uitspreekt. Dat je dat met je leden bespreekt en dat je dat steeds meer herhaalt. Je bent ook redelijk radicaal. Maar als je met andere mensen moet samenwerken, dan zul je toch een beetje water in de wijn of bij het bier moeten doen.
geen enkel probleem. Nee? Nee, het is een misvatting om te denken dat de SP ooit problemen heeft gehad met compromissen. Of ooit problemen heeft gehad met het sluiten van een akkoord met andere politieke partijen. U verwijt het de PvdA? Helemaal niet. Op het moment dat die partij zo ver gaat dat wijn met het bijvullen van water bij de wijn, dat het geen wijn meer is. Ja, dan is het het verwijt wat ik ze maak. Op het moment dat ze geen analyse meer maken, op het moment dat ze zich niet meer identificeren met de mensen die zich altijd met hun hebben geïdentificeerd, op het moment dat ze zelf geen moed meer tonen, ja, dan zeg ik, dit is niet meer de Partij van de Arbeid die het ooit is geweest. Of en ik denk niet dat dat met de SP gaat gebeuren? Ik mag hopen van niet, want anders is het mijn partij niet meer. Zo simpel is het gewoon. Ik vind dat de SP op haar standpunten moet blijven staan. Haar analyse ook. Dat is ook de reden maar waarom ik dat boekje geschreven heb. U zult toch wat iets moeten inperken? Nee, ik zou niet weten waarom. Op het moment dat ik oprecht van mening ben dat dit systeem, zoals we dat nu kennen, noodzakelijkerwijs onrechtvaardigheden als werkeloosheid, als groeiende invaliditeit teweeg brengt. Ik zal het allemaal niet opzommen. Dan is dat een analyse die gestoeld is op feiten en op onderzoek. En dan ga ik dat niet omwille van een compromis met de andere partij verlogen. Nou, als je geen compromissen kunt sluiten, dan kun je dus niet samenwerken met compromissen andere partijen. Nee, maar compromissen gaat over dat je op een bepaald moment het samen op een bepaald concreet... Maar soms komt het op principiële zaken, op belangrijke zaken, dan komt het erop aan. En dan moet u principieel blijven. Als het op belangrijke zaken gaat, moet je principieel blijven. Gaat dan toch een probleempje worden, meneer Marijs? Nee, ik zou niet weten waarom. Nee? Ik zou niet weten waarom. Kijk, het is absoluut hypothetisch om te praten over de SP in de regering. Ja. Dat is iets wat we niet eens ambiëren op dit moment. We willen het niet eens. We willen stevige oppositie voeren. Dat is lekker makkelijk oppositie voeren. Nee, het is ontzettend moeilijk, kan ik u zeker. Ja, het is ontzettend moeilijk. Met zo'n kabinet dat het goed doet. Je moet zeer beslagen ten ijs komen. Je moet weten waar je het over hebt. Je moet over alles kunnen meepraten. Je moet de samenhangende dingen moeten in de gaten houden. 3 jaar in de Kamer. Wat heeft u nou klaargespeeld met de SP? Waar ben je nou trots op? Nou, ik vind dat wij het toch, ik zeg dat met enige schroom, maar ook, ik wil absoluut niet onbescheiden zijn, maar ik vind toch dat wij het wel aardig gedaan hebben voor een nieuwe partij in de Kamer. Dat asbestfonds komt er bijvoorbeeld. Ja. Die TCR-zaak hebben wij aan het rollen gebracht. De Kannenberg-affaire hebben wij aan de orde gesteld. Wat recentelijk nog in het nieuws was, dat op de Noordzee door bedrijven chemisch afval vermengd wordt met stookolie, heeft Remy Poppen als eerste in de Kamer aan de orde gesteld. Onze bijdrage in de discussies over de gezondheidszorg en de dreigende tweedeling, nou, daar zijn wij nooit afwezig. Daar hebben we ontzettend aan bijdragers, gehad. Maar het lijkt nergens toe, want de grote partijen die maken het Het kunstgebied wat terug is in het ziekenfonds heeft de SP een belangrijke rol in gespeeld. Ik bedoel, ik kan zo nog een hele trits van voorbeelden opnoemen waar aantoonbaar de SP, al zijn we maar met 2 mensen, een rol heeft gespeeld. Want we moeten niet vergeten, in debatten is het zo, elke partij brengt 1 woordvoerder in. En de SP dus ook 1 woordvoerder. Ja. En dan kan je op kwaliteit van argumenten soms in discussies toch nog heel wat bereiken. 2 is een beetje weinig, hè, want we hebben het hartstikke druk. 2 Kamerleden. Ja, knikt hij. Ja, 2 is te weinig, ja. Vind ik ook. Gaan we verdubbelen of waar zet u op in? U bent wel erg pessimistisch. Oh. We gaan meer dan verdubbelen. Oh ja? Ja, zeker. Wij zetten in op 5 erbij. 5 erbij? 5 erbij. Dan komen we op 7. Dat is nog niet. Ja, de grootste partij als de SP, vind ik. 7 zetels. Vindt u wel? Ik vind u 7 te veel? Nee, ik weet niet of ik 7 te veel vind, maar ik vind het wel vrij fors om er 5 erbij te zetten. Ja, dat is ook zo, maar ik vind dat kwaliteit beloond mag worden en inzet ook. Nou, ik help het u hopen. Vorige keer ging u naar de koningin met 3 rookworsten van de HEMA tijdens de formatiebesprekingen. Wat neemt u volgend jaar mee? Want u moet weer naar de koningin als fractievoorzitter. Daar moet ik eens nog eens goed over nadenken. Maar ik weet nog wel 1 anekdote te vertellen over die worsten. Nou, die moet heel snel. Die zal ik heel snel vertellen. Wat was het geval? Op het plastic zakje van die HEMA-worsten stond dat ze eerst 20 minuten moesten wellen, die worsten, vooraleer je ze kon consumeren. Ja. Maar mijn vrouw, Marjan, die had ze mooi die 3 uit het zakje gehaald en in een cellofaantje met een rood strikje. Dus ik moest de koningin wel vertellen van, ja, je moet eerst 20 minuten koken vooraleer je ze kunt opeten. Ik heb het ze netjes verteld. Ik weet niet of het daadwerkelijk is gebeurd. Maar het was wel nodig om dat even te vermelden. Wat ik ze ga geven bij de volgende formatie, dat moet ik nog even bedenken. Gewoon een flesje bier. Bedankt dat u er was vanavond. Goed. Dit was het Reces met Jan Marijnissen. Volgende week zijn we er weer. Donderdagavond hopelijk met net zo mooi weer. In elk geval is hier dan minister Jorrit Sma van Verkeer en Waterstaat. Tot dan. Goeie.